Hey, vandaag wil ik het met jou hebben over het feit waarom dat we verschillende soorten relaties aantrekken. Er zijn verschillende soorten mensen en verschillende soorten relaties in ons leven in de wereld. En met de ene persoon heb je een oude band, terwijl je eigenlijk met de andere persoon vooral een werkgebonden connectie hebt. Nu, wat is de reden van die verschillende relaties en hoe kan je eigenlijk ontdekken wat de reden daarvan is op zielsniveau? Nu, je weet het of niet, maar elke relatie is een spiegel. En met elke ziel heb je een zielsafspraak. Ook al is het iemand dat je slechts één keer ontmoet in een winkel bijvoorbeeld. En zelfs dan nog is het niet nodig om fysiek contact te maken of elkaar aan te spreken. Eén blik kan eigenlijk genoeg zijn om met die persoon contact te maken. Want wanneer je eigenlijk weet dat er altijd ook meer gebeurt op energetisch vlak, dan weet je ook dat er zielsafspraken op verschillende niveaus en verschillende levels zijn. En elk met een eigen doel en elk met een eigen les natuurlijk. Nu, een aantal jaren terug ontdekte ik dat het eigenlijk een hele normale beweging is dat mensen in je leven komen en weer weggaan. Vooral wanneer dat aan die afspraak werd voldaan, zal je merken dat die relatie gaat gaan uitdoven. Dat je elkaar minder ziet of dat je uiteindelijk elkaar zelfs helemaal niet meer ziet. En ik weet dat dat heel pijnlijk kan zijn, zeker als je het grotere plaatje ervan niet ziet. Het kan zelfs zo zijn dat je jezelf gaat gaan afvragen of dat je wel in staat bent om vriendschappen of relaties te onderhouden. Maar weet dat dat eigenlijk daar niets mee te maken heeft. Het kan natuurlijk wel zijn dat dat iets is waar je inderdaad tegenaan loopt, maar daarom hoeft het zo niet te zijn. Nu, hoe meer je leeft, denkt en voelt vanuit het eenheidsbewustzijn, zal je ook beseffen dat niemand ooit echt weg is. Je bent altijd en overal met iedereen verbonden. Nu, ik schreef eerder al over karmische relaties en soulmate-relaties. Maar er is ook zoiets als je spirituele familie. Of zoals ze het in het Engels noemen, je soul tribe. En daarnaast heb je eigenlijk ook nog je biologische familie. Niet iedereen uit je biologische familie maakt deel uit van je zielenfamilie. Of van je spirituele familie. Vaak is het zo dat je wel geboren wordt bij je spirituele ouders, of dat er één van je ouders, of één of meerdere van je gezinsleden lid zijn van je spirituele familie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat niet je moeder, maar je grootmoeder jouw spirituele of energetische moeder is. En soms kiezen zielen ervoor om geboren te worden in een biologische familie buiten hun zielenfamilie. Maar dat gebeurt als het aangewezen is voor de lessen die die ziel eigenlijk wenst te leren in dit leven op dit moment. Om dat principe verder uit te leggen, wil ik het voorbeeld gebruiken van een weeskind of een adoptiekind. Want niet alle adoptiekinderen zijn daarom weeskinderen. Maar, dus deze kinderen worden geboren bij zielen waarbij ze een afspraak gemaakt hebben. Zijnde de afspraak dat de kinderen of dat kind wordt afgestaan na de geboorte of later of nadat de ouders gestorven zijn. Of wat dat de reden of de aanleiding ook is waardoor dat deze kinderen wees worden of waardoor dat die kinderen geadopteerd worden. Als je dan het grotere plaatje gaat gaan bekijken op zielsniveau, dan is het vaak zo dat die kinderen geadopteerd worden door hun energetische ouders of door tenminste één van die ouders. Of hun energetische ouders maken deel uit van die biologische familie van het gezin waar dat ze in terecht komen. En daardoor voelen die kinderen eigenlijk ook een stukje aan als hun eigen kinderen. En dat gevoel kan je zelfs ook hebben met jouw eigen nichtjes, met neefjes, met kinderen van vrienden en zo verder. Dat je een bepaalde connectie hebt, een bepaalde band hebt en dat je eigenlijk niet kan verklaren van waar dat komt. En dan noemen ze eigenlijk energetische kinderen. En energetische kinderen die omwille van bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen of vrije keuze van die persoon beslist om geen kinderen te hebben in dit leven, dat kan. En als die omwille daarvan niet bij hun energetische ouders kunnen geboren worden, zullen die zielen ervoor kiezen om te incarneren in een dichte familie, dus in de kring, in de dichte kring van die persoon. Waarom? Wel, enerzijds om dicht bij het energieveld van die persoon, dus van die energetische ouder te kunnen zijn, en anderzijds om op die manier nog steeds van die persoon te kunnen leren. Een andere reden waarom dat we vaak incarneren in dezelfde familie of in dezelfde kringen, als je het zo kan zeggen, is eigenlijk omwille van het uitwerken van karma, dus die levenslessen. En zoals ik eerder al zei, in deze podcast of in deze video, maken we eigenlijk zielspraken met elkaar. En eenmaal dat we geboren worden, vergeten we
al die afspraken en leven gewoon ons leven zo goed en zo kwaad als mogelijk. Nu, echter valt het vaak voor dat omwille van de vrije keuze van de ziel niet tegemoet kan gekomen worden aan gemaakte zielsafspraken. En hierdoor kan het bijvoorbeeld zijn dat er door die ziel dan bepaalde lessen niet worden geleerd, waardoor dat die ziel een soort van karma opbouwt. Karma is niet altijd negatief, houd daar rekening mee. En om die karma uit te werken ten aanzien van de andere ziel waarmee dat een afspraak gemaakt was, beslissen die zielen dan eigenlijk vaak om terug samen te incarneren in een volgend leven, of toch tenminste in dezelfde familie. Waardoor dat je met één bepaalde ziel al verschillende relatiedynamieken hebt ervaren. Zo zijn jullie misschien al ouder en kind geweest met één bepaalde ziel, waar je de ene keer een kind was en de andere keer de ouder. Het kan ook broer-zus, of broer-broer, of zus-zus, of partners, of vrienden, of baas-werknemer. Kortom, alle soorten relaties die je kan bedenken komen in die verschillende vormen aan bod, afhankelijk van wat je meegemaakt hebt en geleerd hebt in vorige levens, en natuurlijk afhankelijk van wat je nu wenst te gaan leren. En afhankelijk van het doel van de relatie, ga je natuurlijk ook een andere dynamiek ervaren. En vandaar komen dan ook die relatieproblemen voor of obstakels. Want ongeacht of je nu een nauwe band hebt of niet, alles wat dat triggert in die relatie, dus door die persoon, is er om jouw ziel te doen groeien. Kortom, alles wat dat jou en die andere triggert, toont er wat er nog een disbalans is in jezelf. En dergelijke triggers en levenslessen zou je het snelst herkennen bij mensen die heel dicht bij je staan. Waarom? Omdat die jou het diepste kunnen kwetsen. Nu, wees je ervan bewust dat mensen die frustratie bij je oproepen ook iets in jou wakker maken. Al is dat maar gewoon de andere chauffeur die op hetzelfde moment aan een kruispunt komt en niet doet wat jij denkt dat hij zou moeten doen. Van elke relatie leer je iets. Of dat je nu die persoon kent of niet, er is altijd een bepaalde relatie, een bepaalde zielsafspraak. En vaak zorgt het gedrag van anderen ervoor dat jij je op dat moment slachtoffer voelt van iets of iemand. Vaak ook gaat dat heel onbewust. En of dat je daadwerkelijk slachtoffer bent, dan hangt eigenlijk enkel af van jouw perceptie, van hoe dat je ernaar kijkt, naar die situatie kijkt. En dat is een van de redenen omdat er zoveel soorten relaties bestaan, omdat we op die manier uitgenodigd worden om te werken aan beperkende overtuigingen, aan beperkende gedachten, aan trauma's, aan kwetsuren en pijnen, waardoor dat we ons niet volledig openen voor liefde. En hierdoor gaan we dus ook niet vanuit ons volledig potentieel gaan leven. We sluiten ons af voor wie dat we werkelijk zijn. Wanneer je verder loopt op pad van bewustwording, dan ga je ook merken dat het vaak gebeurt dat andere mensen hun pijnen weggeven. Weggeven in de vorm van verwachtingen. En dat is niet altijd even gemakkelijk om dat op te merken of daar bewust over te zijn. Maar nu dat je het weet, ga je dat misschien sneller doorhebben of sneller opmerken. Maar dan is het natuurlijk belangrijk om duidelijk het onderscheid te ervaren of te zien tussen wat dat jouw aandeel is en wat het aandeel is van de ander. En aanvaard je het schenken met die bijhorende verwachtingen of blijf je zuiver en stel je daar ook een grens in. Bovendien is het belangrijk dat je ook niet in de valkuil loopt om te gaan denken dat je perfect bent en nergens nog moet aan werken. Want als je dat denkt, wel, dan ben je per definitie eigenlijk van het pad afgeweken en ben je op dat moment niet meer aan het groeien. Blokkeer je jezelf eigenlijk met die gedachten. Nu kortom, wat is de reden van relaties? Relaties zijn aan het veranderen. Waarom? Omdat wij zelf ook veranderen. Maar dat uiteindelijk heel logisch is. Maar echter, of wanneer jij relaties blijft benaderen en behandelen zoals je het altijd gewoon bent geweest, dan ga je toch verdwaald, of verdwaasd liever, niet verdwaald, verdwaasd achterblijven. Relaties zijn er zodat jij kan leren over het leven, enerzijds, maar vooral over jezelf. En door anders te kijken naar elke relatie en je af te vragen van welke les ben je aan het leren, dan ga je weer meer leren over jezelf, ga je stukken kunnen healen en transformeren. Stop met het dragen van een masker en stop met je telkens anders te gedragen afhankelijk van de rol die je vertolkt. Wat bedoel ik dan? Je hoeft je niet anders te gedragen in de rol van moeder ten aanzien van je kinderen, dat je dan anders gaat gaan doen ten aanzien van je eigen ouders, of ten aanzien van je broer en je zussen, of ten aanzien van je vrienden, of ten aanzien van je partner. Wat als je nu eens probeert om elke dag gewoon jezelf te zijn?
Zeg wat je denkt, zeg wat je voelt, zeg wat je nodig hebt. In plaats van te verwachten dat die ander het zal wel weten en het zal wel aanvoelen of wel zal raden wat jij nodig hebt. Ik zeg altijd, je kan er maar pas van uitgaan als de ander het weet wat je eigenlijk nodig hebt of wat je verwachtingen zijn als je het ook duidelijk hebt uitgesproken. Of dat die persoon er dan niet rekening mee houdt, dat is natuurlijk dan een stuk van die persoon. Spreek je waarheid vanuit respect. In elke relatie. En is de ander getriggerd, kijk dan wat er gebeurd is. Is dat omdat je iets in jezelf mag gaan veranderen? Omdat je bijvoorbeeld de ander beschuldigt van iets of dat verkeerd geïnterpreteerd hebt of eigenlijk zaken hebt ervaren vanuit een gekwetst stuk van jezelf? Of is er een pijn van de ander getriggerd? Wanneer dat we eigenlijk allemaal vanuit ons zijn gaan leven, wanneer dat we onze ware kleuren zullen tonen, dan zou alles duidelijk zijn. Want dan weet je dat de ander eerlijk en oprecht is. En dan hoef je ook geen tijd en energie te gaan verspillen met jezelf af te vragen van wat bedoelt die ander nu eigenlijk echt? Zou het zo zijn of zou het zo zijn? Zou ik zo moeten reageren of zou ik dat mogen zeggen? Het leven zou zoveel simpeler zijn. Ben je boos? Uit het dan op een respectvolle manier. Kijk welke emotie dat er onderliggend zit. Want boosheid op zich geeft gewoon enkel maar aan dat er nog eigenlijk een stuk verdriet, een stuk trauma, een stuk gekwetstheid onder zit. En het is belangrijk dat je dat stuk die er onderliggend zit, dat je dat erkent, bewust wordt en dat kan gaan healen. Bijvoorbeeld ontgoocheling. Ben je ontgoocheld? Wees dan eerlijk met jezelf. Over de verwachtingen die je had ten aanzien van die persoon of ten aanzien van een situatie. Leven vanuit de plek van onvoorwaardelijke liefde is nieuw voor elke mens. Dus ook voor jou. En geef jezelf dan ook de tijd en wees eerlijk wanneer je nog in oude patronen vervalt. Dat is heel normaal. Het duurt minstens 8 weken vooraleer dat we eigenlijk nieuwe gedragingen als een automatisme hebben geïntegreerd. Dus dat is logisch dat je niet van de ene dag op de andere moment up die klik maakt en in dat nieuwe bewustzijn of in dat nieuwe gedrag gaat gaan leven. Dat is logisch. Dat is niet erg. We lopen tenslotte allemaal op hetzelfde pad van zelfontwikkeling en zelfrealisatie. En weet dat ongeacht waar je nu al staat op dat pad van bewustwording, je bent goed zoals je nu bent. Maar stop met jezelf te verstoppen. Dat maakt je niemand gelukkig mee. Laat je licht schijnen en toon wie dat je echt bent. En dat is hetgeen wat ik zelf geleerd heb. En daarom weet ik ook heel hard van het diepste van mijn ziel dat dat de enige weg is naar vrijheid en blijvend geluk. En zoals altijd, mocht je ondersteuning nodig hebben in je eigen persoonlijke ontwikkeling, mocht je tegen dingen aanlopen, en je hebt nood aan een reading, een healing of een channeling, kijk dan op de website of hieronder op welke manier dat we kunnen samenwerken aan jouw nieuwe leven, afgestemd op jouw ware essentie en jouw authenticiteit. En zoals altijd, in liefde voor het leven en in dienst voor ieders hoogste goed. Tot de volgende keer. Dag!